Adam Curry was te gast bij, uh, bij Glenn Beck in de, de Glenn Beck-podcast uh, nummer 187. Onder de titel Potfather. Adam Curry was scared to tell Joe Rogan this. En dat gaat over... Ja, uh, yeah, Adam Curry is ook uh, bij de club uh, gegaan. <laughs> zoals, zoals er wel meer zijn uh, tegenwoordig. Uh, hij, is, hij was bij Joe Rogan inderdaad een paar maanden geleden en toen had hij daarover. Hij is bekeerd. Hij heeft zich uh, nou ja, niet eens laten bekeren. Hij is gewoon bekeerd vanuit zichzelf, uh, zo te horen. Hij is ook gedoopt. Dus hij is, hij is denk ik, nou ja, iets van tien jaar ouder dan ik. Dus hij is in de vijftig. Heeft hij zich toch nog even laten dopen? Uh, dat schijnt uh, dan ook uh, erbij te horen en belangrijk te zijn. Ja. Ik heb, daar, uh, ik heb daar vragen over. Ik heb daar vragen over. Maar hij was uh, bij Glenn Beck. En daar zat het ook een beetje over. Uh, tenminste, daar gaat het dus nooit echt diepgaand over. Maar toch dat we in een spiritual war zitten. De spirituele oorlog. Ik heb daar uh, laatst een blog over geschreven. En uh, dat wordt vaak verward met een religieuze oorlog. En je ziet al die uh, ja, bekende mensen... Die uh, een beetje uit de rechtse hoek, maar niet alleen. Ik denk niet dat uh, Adam Curry zo rechts uh, is. Hij is vooral onafhankelijk, volgens mij. Maar uh, je ziet heel veel mensen die, 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 ja, die gaan zich aansluiten bij de kerk. Terwijl, hoe kun je je aansluiten bij, bij zo'n organisatie, met zo'n geschiedenis, met, met alles wat daar mis is. Hoe, hoe, hoe kan het dat je die switch dan maakt? En uh, dat, ligt, uh, ja, dat ligt aan. Dat je dus, uh, en ik ken ook mensen die dit hebben gehad, via via, en die krijgen dan een soort spirituele ervaring, hè? die gaan dan, eh, soms gebeurt dat spontaan, soms met meditatie of uh, wat dan ook, maar die krijgen opeens een ervaring van, ja, het is veel groter en ik voel dat ik sowieso in, een veel, ja, in iets veel groters zit dan alleen deze fysieke werkelijkheid. En soms voelen ze dan ook een soort, soort kracht, een soort uh, liefde vaak en uh, een, een soort intelligentie. Het is niet alleen liefde, er zit ook een soort intelligentie, bewustzijn zit daar ook bij. En uh, dat gaan ze dan zien als een soort, uh, ja, als een soort God. Terwijl uh, ja, de God uit de religies, daar is het wel op gebaseerd. Maar dat is natuurlijk allemaal helemaal vervrongen en verstoord. Dus, dus, dus die, dat is een hele grote stap, vind ik altijd. Dus als ik dan zo'n interview zie, dan denk ik van ja, waar blijft die vraag? Want die kwam bij Joe Rogan niet, bij Glenn Beck komt die ook niet. En bij al die andere mensen die zich opeens bekeren en opeens lid worden van de kerk, komt die vraag dus nooit van oké. Okay, het is, het is dan, ja, je hebt, het, je hebt dingen uitgezocht, je hebt dingen ervaren, je hebt een spirituele ervaring gehad of, of iets. Maar waarom dan naar de kerk? Waarom verbind je spiritualiteit, wat je dus heel goed in je eentje kan beleven, waarom verbind je dat aan de kerk en ga je naar de kerk toe? En, wat, wat, wat is dat? Wat, hoe, hoe maak je die stap? Nou, dat mag dus nooit gevraagd worden, lijkt het. Maar ik heb er wel een verklaring voor. Maar dat is de vraag. Als iemand zich dan op zo'n manier bekeert, en ook iemand waarvan je het helemaal niet verwacht, en iemand die het ook helemaal niet van zichzelf had verwacht, zoals een Anne Curry, dan denk ik, ja, dat, dat is de vraag. En die wordt dus niet gesteld. En dat komt, denk ik, ofwel, de interviewer uh, is, is zelf uh, religieus, dus die wil er helemaal niet heen die vindt het allemaal, ja waarschijnlijk gewoon allemaal logisch. Van, oh ja, spiritueel, oh ja, dat is religieus, oh ja, daar hoort de kerk bij. Dus dat is één pot nat en dat is allemaal heel erg logisch. Spirituele ervaring, ja, hup naar de kerk jij. Dus dat is aan de ene kant. Aan de andere kant heb je interviewers tegenover je zitten die niet religieus zijn, maar ook niet spiritueel zijn. Dus die komen ook niet op die vraag. Die denken ook niet van, dat is toch wel apart. Ja, een spirituele ervaring, de ervaring dat er meer is. Dat je, dat je toch een soort contact maakt met een uh, hoger uh, bewustzijn of een groter bewustzijn wat veel machtiger en, en krachtiger is dan uh, dit kleine mensfiguurtje hier op aarde. Dat is dan uh, de ervaring. En, oh ja, nou ja, dan, oh ja je hebt je bekeerd uh, naar de kerk, naar, naar een religie toe. Uh, Oké, okay, nou ja, dat is, dat is ook logisch, ja, ja dat, dat is uh, toch religieus, is toch ook spiritueel, heeft toch ook iets met de, de spiriten te maken en zo. Dus zowel de religieuze interviewers als de, ja, laten we zeggen, een beetje de atheïstische interviewers, komen niet op die vraag. Dus die wordt gewoon niet gesteld. En eh, dan heb je dus iemand nodig die wel spiritueel is, maar de kerk er helemaal niet van nodig heeft. En die moet je dan net toevallig tegenover je hebben zitten, eh, zodat je die vraag, waar ik dus persoonlijk heel benieuwd naar ben. Uh, om die vraag uh, te stellen en het antwoord daarop te krijgen. Is dat nou omdat je denkt van, uh, ja, ik ben altijd een beetje atheïstisch geweest, ik ben wel christelijk of katholiek of weet ik wat, ben ik opgevoed ooit, maar daar heb ik niks aan gedaan en daar heb ik een beetje van me afgegooid en uh, dat is allemaal leuk uh, van de familie nog een beetje, uh, traditie of zo, maar uh, nooit iets mee gehad. Is het daarom dat je dan toch daarnaar teruggaat omdat er toch iets Iets, je bent er toch mee opgegroeid. Dus heeft het dan iets vertrouwd? Dus is het daarom niet meer zo eng om in al die onzichtbare dingen dan te geloven? Is het daarom? Of, of is, het, is het iets maatschappelijks, iets Nederlands misschien ook wel? Want Nederland is ook, ja, de, de normen en waarden van Nederland, zeg maar, op zich, ja, komen uit dat christelijk geloof natuurlijk ook nog steeds heel erg. Dus dat is helemaal in. In de samenleving zit dat nog heel erg sterk. Uh, is, is het daarom? Is het, uh, waar, waarom is het? Waarom is het? En, uh, en is daarover nagedacht? Heb, heb jij Adam Curry erover nagedacht? <laughs> wat dat nou is, wat jou daar nou zo in aantrok in, uh, in, dat, uh, in dat geloof? Geloof als in religie, als in de kerk, als in ook die hele community daaromheen. En. Uh, alles wat daar, uh, wat, wat daar dus ook niet mag en waar je op aan wordt gekeken en uh, dit en dat. Ik bedoel, zo tolerant uh, zijn, uh, zijn al die christenen niet. Ja, dat is uh, vloeken in de kerk, dat weet ik. Maar <laughs> wat is dat? Wat is dat? Dat je uh, een soort, soort spiritueel bewustzijn ontwikkelt en dan uh, dat meteen linkt aan, aan al die instituten? Ja. Ik, ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat het is. Is dat toch dan toch, toch een soort angst, omdat uh, ja de angst om dat toch dan zelf te beleven of zo persoonlijk en uh, dat je daar helemaal geen uh, instituut voor nodig hebt verder? Is het dat je toch zoekt naar een soort uh, saamhorigheid en gelijkgestemde en als je je aansluit bij de kerk, ja, dan sluit je je ook aan bij allerlei mensen die daar ook bij zijn aangesloten. Dus dan heb je een soort community waar je dan uh, ja, thuis voelt. Is die behoefte daar dan om een soort community te hebben, om daarbij te horen? Is dat het dan? Allemaal vragen die je in een interview kan stellen, maar, maar nooit gesteld worden. Nooit gesteld worden. Dus uh, ja, dan moet, je net, dan moet je net mij tegenover je hebben. Of uh, ja, wie nog meer? Wie is er, dan, wie, wie is er nog meer in, in het veld, in, in het interviewjournalistenvak, uh, die daar wel aan zou denken... Ja, uh, Niels Lunzing natuurlijk, maar goed, that Goes Without saying. It goes Without saying. Uh, maar er zijn er nog misschien uh, één of twee. Ik denk jorn Luca ook wel. jorn Luca die zou dat ook wel vragen, denk ik. Maar dan uh, houdt het lijstje wel heel snel op, lijkt mij of niet. Dus ik hoop dat daar wat meer uitkomt. Dat, uh, dat, uh, het is goed dat dit besproken wordt. En dat mensen hier ook voor durven uitkomen. Dat was ook twintig uh, jaar geleden ook nog niet zo. Dus dat, dat is allemaal goed, hè, dat het allemaal wordt opengebroken. Al die heilige huisjes, terwijl je je toch weer aansluit bij een heilig huisje. Maar goed, uh, je bent er wel open over. Uh, dat, is, dat is een goede, goede zaak. Maar uh, iets, iets, meer, iets meer diepgang uh, graag. Dan nou was er nog iets in dat interview, en dat was wel grappig, dat ging over Glenn Beck zelf. En die zei van, ja, ik, had een, ik, ik ben ooit begonnen, dit is echt 25 jaar geleden of zo. En toen zei hij van, ja, ik ben begonnen en ik had een, ik had een show. En volgens mij heette die show I Hate People of zo, zoiets. En hij was geen filantroop, hij was een misantroop. Dus hij had het aan het begin van zijn carrière helemaal gehad met mensen gewoon in het algemeen. Gewoon mensen, ja, vervelende wezens. En toen heeft hij een soort, na een aantal jaar heeft hij een soort draai gemaakt, waarin hij eigenlijk zichzelf verraste. Uh, dat hij het heel leuk vond. Om, om mensen te interviewen. met mensen te praten. en vragen te stellen. en meer te weten te komen. En hij vertelde daar in het interview een stukje over. dat hij uh, ja, zichzelf had verrast daarmee. dat hij opeens als een, als een blad aan een boom was omgeslagen. en dat vond hij eigenlijk wel heel grappig. Uh, en het lijkt. het lijkt inderdaad. een tegenstelling. Dat je echt uh, denkt van. nou ja, die mensen, daar heb ik niks mee. En dan opeens. Dat, dat je daar dus heel veel mee hebt, dat lijkt een tegenstelling, maar dat is het niet. Volgens mij niet. Volgens mij is dat het niet. Want ik, uh, ik herken dat wel bij mezelf, dat ik denk van, ja, ja de mensheid en de, de massa, de meute, wat moet je ermee? Wat moet je ermee? En uh, tegelijkertijd vind ik het heel leuk om, om ja, te verdiepen te kijken van ja wat beweegt iemand nou echt en wat zijn zijn ervaringen nou echt en en weer dat openbreken van uh, van dingen en bespreekbaar maken en dat ja dat lijkt dat lijkt een tegenstelling maar dat is het niet want aan het begin denk ik van zijn carrière van Glenn Beck had hij dus zoiets van uh, ik, uh, ja de, die mensen ja vreselijk vreselijk dat komt denk ik die houding want die ken ik ook die houding die komt, uh, waarom je dat denkt, uit het feit dat alles zo ongelooflijk oppervlakkig is. En dat is inderdaad ongelooflijk vervelend. Die, dat, dat ligt niet aan de mensheid of hoe mensen echt zijn. Dat, dat ligt eraan dat mensen ongelooflijk oppervlakkig doen. Niet zijn, maar doen. En daar kun je inderdaad een, een enorme hekel aan hebben. En ik zie, dit aan, ik zie dit aan mezelf, want ik kan, ik kan dat niet. Ik kan dat niet meer. Ik, uh, die oppervlakkigheid. Ja, dat, 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 dat is echt vreselijk. Echt vreselijk. En dat ligt niet aan mensen, de mensheid, of hoe de mens in elkaar zit. Of, dat ligt aan, aan hoe de mensen zich gedraagt, zich uh, denkt te moeten gedragen, hoe het hoort en al die dingen. Als je echt een open, eerlijk, uh, authentiek, integer gesprek hebt met iemand, dan is dat hartstikke leuk. Dat gebeurt niet zo vaak, want uh, ja, dat, dat, die oppervlakkigheid die moet een soort van in stand worden gehouden, want dat is veilig en uh, dat, is, dat is het oppervlakkige masker wat mensen op hebben. En wat er dan gebeurt, is dan, dan probeert iemand met dat masker voor. En ik zie, dat, ik zie dat bijna letterlijk bij mensen, dat ze een masker op hebben. Dus ze willen wel verbinding maken. Die mensen die zich oppervlakkig gedragen, willen wel een soort verbinding met mensen. Maar je kunt alleen verbinden met hen, uh, met hun oppervlakkigheid, met dat masker wat ze voor hebben. Dus dan zie je, en dat, dat is denk ik heel erg wat de massa, uh, zeg maar, uh, doet: de massa legt allemaal verbindingen met allemaal mensen aan. Maar dat zijn allemaal verbindingen tussen allerlei maskers. Het is heel oppervlakkig en het geeft je toch een soort gevoel van verbinding. Maar er hoeft maar dit te gebeuren en die verbinding valt weg. Je hoeft maar even, iets, je hoeft maar even in, een, in een onbewaakt moment even heel eerlijk te zijn over wat je denkt en wat je voelt. En dan, ja, nee, dat, nee, nee, dat, is, dat is niet oppervlakkig, dat gaat, dat gaat wat dieper. En dat gaat allemaal dingen aanraken, ook bij die andere persoon. En dan is die andere persoon heel snel weg. Dan, dan is die verbinding opeens weg. Want die verbinding is zo dun en zo oppervlakkig, dat houdt geen stand. Nou ja, goed, daar heb ik dus een enorme, enorme aversie, heb ik daar echt in ontwikkeld. Tegen die oppervlakkigheid. En dat, dat praten met mensen en dat je, dat je tegen een masker aanpraat waar je gewoon niet doorheen komt. Want dat, dat, dat willen mensen ook niet. Nee, het is veilig, praat maar tegen dat masker wat ik zo voor me hou. Dat, is, dat, dat houdt mij veilig. Terwijl, uiteindelijk is dat dus juist niet veilig. <laughs> dus, uh, en de enige manier om, om dan toch, toch een soort contact te maken... is ook omdat ik, dat ik ook weer een masker ga opzetten... en, met, en die verbinding ga maken. Nou, daar ben ik uh, zo klaar mee. Dat, dat, dat doe ik niet meer. Dus uh, dat, uh, ja, dan, ja, en dan ga je mensen triggeren en uh, gaan mensen denken van, nou ja, hij, hij, hij is niet sociaal. Dat is ook zoiets, dat, dat hele oppervlakkige idee van wat sociaal dan is. Dus uh, je valt een beetje buiten de boot. Maar het, ja, ik kan het niet anders meer. Dus, uh, nou ja, goed, dat is een beetje uh, hoe, hoe ik het zie en wat ik herken in wat uh, Glen uh, vertelde over zijn eigen ervaring. Dus uh, het is wel een leuk interview verder. Leuk interview. Ik bedoel, Adam Curry is altijd leuk in interviews ook. En, uh, dus uh, dat is zeker iets om uh, te zien of te luisteren. Dus, uh, dit waren mijn uh, opmerkingen, mijn musings over dit interview. En, uh, tot de volgende.